er ook soort van Elgar heb ik, denk ik, als een van de eerste grote romantische werken überhaupt gespeeld. Toen was ik 17. En het gaat dus al intussen 19 jaar met me mee. Want ik heb het voor het eerst gespeeld toen ik bijna 18 was en ik ben net 37 geworden. Dus dat is een hele lange periode. En dan weet je dus een aantal, ja, ik heb het inderdaad heel veel gespeeld. En het is wel verbluffend om te zien dat het iedere keer weer aangrijpt. En dat zegt ook wel heel veel over de muziek. Het zegt misschien ook veel over mij, hoe ik in elkaar zit. Het is natuurlijk een stuk wat hij geschreven heeft, ver weg van eigenlijk min of meer de bewoonde, drukke wereld. Dus heel erg terugblikkend op zijn leven. Het is heel romantisch in een tijd waar het eigenlijk het romantische stijl al heel erg ver ontwikkeld was.